Woningcorporaties staan de laatste tijd regelmatig negatief in de schijnwerpers. Ondanks dat het met de meeste overigens goed gaat. Het Vestia-debakel en de problemen bij Laurentius doen de beeldvorming geen goed. Bovendien komt de schade die andere corporaties veroorzaken uiteindelijk ook op het bordje terecht van hen die het wel goed doen, zoals Woonwijze in Vught. Hoe ervaart directeur Gerard Veldhuizen de problemen bij corporaties elders en de financiële nadelen die ook op zijn woonwijze deels worden afgewenteld? Ik wil wel zeggen dat ik me erger aan wat ik uit corporatieland uit het land opvang en wat ik hoor. En of dat nou Laurentius is of een andere corporatie, Vestia hebben we ook allemaal gezien, maar er zijn er veel meer. Ik vind het heel erg vervelend om te horen wat ik uit het land hoor en het is zo vervelend, vooral ook omdat de lasten bij de corporaties worden neergelegd die het wel goed doen. Zo zou Woonwijze zo'n 2 miljoen euro moeten bijdragen aan het eerdere Vestia-debakel. Een financieel nadeel van 10 jaar lang zo'n 200.000 euro per jaar voor de Vughtse woningcorporatie. Ja, dat vind ik uitermate vervelend. En dat is vooral vervelend voor een corporatie die het wat governance betreft, dus lastig woord governance, goed op orde heeft. We hebben een uitstekende onafhankelijke raad van toezicht. We hebben het Centraal Fonds en het WSW, het Waarborgfonds, wat ons controleert. Het ministerie kijkt hoe wij het doen. We hebben nog niet zo lang geleden zijn wij gevisiteerd door een onafhankelijke visitatiecommissie. En bleek dat wij het op alle punten voor een kleine corporatie voortreffelijk op orde hebben. Dus er wordt goed toezicht gehouden, we doen geen rare dingen, we hebben geen derivaten. Bij Woonwijze is de controle en de governance helemaal op orde. En dat is uitermate vervelend dat andere corporaties er dan een potje van maken. En daar schaam ik mij ook voor dat andere corporaties dat doen. En dat de rekening voor een belangrijk deel bij ons wordt neergelegd. Vind ik uitermate vervelend. Volgens Gerard Veldhuizen gaat het niet blijven bij alleen Vestia en Laurentius. De problemen zijn kennelijk groot in woningcorporatieland. Er zijn veel meer rekeningen op komst. Ik bedoel, ik weet dat een corporatie als Portaal een half miljard tekort komt. Dat daar een oplossing voor gevonden is. Maar zo zijn er bij heel erg veel corporaties liggen daar vuiltjes die onder het kleed geschoven zijn. En dat komt langzaam tevoorschijn. De verwachting van. Dan moet je zich heel erg zorgen maken, denk ik. Ik maak mij ook zorgen over mijn collega's, over de collega-corporaties. En er zijn ook een hele hoop die het heel goed doen. Laten we dat wel in de oogschouw nemen. Maar er zijn een aantal corporaties die er echt een potje van gemaakt hebben. Die rekeningen maken die bij anderen worden neergelegd. En ik maak mij daar wel zorgen over. Maar ik heb de stellige verwachting dat wij het als Woonwijze goed kunnen trekken. En Woonwijze kan ook die schade die anderen dan waarschijnlijk mogelijkerwijs gaan oplopen de komende tijd nog meedragen. Ja, Woonwijze is. Komt daardoor niet in de problemen en kan de plannen die er liggen en die men wil doen blijven ontwikkelen? Woonwijze heeft het fantastisch voor elkaar, dat durf ik hardop te zeggen. We hebben een uitstekende vermogenspositie. Wij kunnen nog alle verplichtingen en alle vragen die er liggen om te investeren, die kunnen wij de komende jaren baas. Rest de vraag in hoeverre het moet bijdragen vanuit Vught aan andere corporaties. Dit Woonwijze schaadt in haar plannen en functioneren. Woonwijze heeft het fantastisch voor elkaar, dat durf ik hardop te zeggen. We hebben een uitstekende vermogenspositie. Wij kunnen nog alle verplichtingen en alle vragen die er liggen om te investeren, die kunnen wij de komende jaren baas.